op zoek naar schatten uit de prehistorie of de middeleeuwen? Het kan, in een VR-game dat nu te spelen is in Kasteel Wijchen. Spelenderwijs ontdekken kinderen het verhaal van Gelderland. Door aanwijzingen te ontcijferen en goed samen te werken, kunnen ze de Gelderse geschiedenis herstellen. Iets gewoon dus een manier van leven van de Romeinse soldaat. Okay. Nou, de game is voor twee spelers. Eén speler die gaat met de VR-game in het speelveld staan. De andere speler die gaat achter het scherm, de computer, staan. Daar wordt een level gekozen of een periode. De speler met de VR-bril die moet aanwijzen welk object hij ziet. De speler achter het scherm moet dan raden welk object het is. Wordt het goede object gekozen, dan kan de speler in het veld het object weer op de goede plek liggen. En dan wordt eigenlijk de collectie van Gelderland gered. Het verhaal van Gelderland wordt met behulp van de VR-bril op een moderne manier verteld aan kinderen. De bril zorgt ervoor dat de geschiedenis beeldend wordt. Nou, dat maakt het wel heel erg beeldend. Hè. Je staat echt in die periode die dan belicht wordt. En dat maakt het wel heel visueel. Nou, het ligt er een beetje aan in welke periode je gaat. Als je naar de prehistorie gaat, nou, dan kun je bijvoorbeeld de schedel van een wolharige neushoorn zoeken. En die moet je dan weer op de juiste plek leggen. We hebben ook nog de latere periode. Dan sta je bijvoorbeeld in een winkel en heb je weer hele andere objecten uit bijvoorbeeld de periode van de Tweede Wereldoorlog. De VR-game is onderdeel van een groter project met als doel om bijzondere collectiestukken digitaal bij elkaar te brengen. Nou, Schatkamers van Gelderland is onderdeel van het verhaal van Gelderland. Dat is allemaal samengesteld door Erfgoed Gelderland. En in de schatkamers zijn 70 objecten van verschillende musea verzameld. En die zijn ook op een website allemaal te bekijken in 7 verschillende periodes. In het museum is er tijdens de voorjaarsvakantie genoeg te beleven. Nou, we hebben komende donderdag een hele leuke verkleedactiviteit. We hebben dan allerlei kleding klaar liggen voor kinderen, ook voor volwassenen. Ze kunnen dan verkleed op de foto. We hebben er een fotograaf bij. En de foto kan dan later toegestuurd worden.